Geachte aanwezigen, familie, Fred. Tijdens mijn hele bestaan hier bij Philips heb ik altijd de dans weten te ontspringen. Ik zie dat er te weinig stoelen zijn voor het aantal mensen. Het kan natuurlijk ook zijn dat er te veel mensen zijn voor het aantal stoelen. Het heeft zo zijn voordelen als vrouw werkzaam te zijn met het om. Ik kan het ook zien als een soort erfenis waar voorzichtig mee dient te worden opgesprongen. De voorstelling gaat over de voor- en de achterkant van een heel groot bedrijf. De voorstelling begint als een soort feestavond ter ere van het afscheid van de oude directeur. Met een band en sketches en prachtige verhalen en speeches om te vertellen hoe geweldige directeur hij was enzovoort. Er wordt een hele feeststemming gecreëerd en vervolgens wordt die omgeslagen en zien we ook de achterkant van het bedrijf en ook wat achter de schermen nog meer gebeurde. Dus eigenlijk van hoe het van een klein bedrijf naar een groot bedrijf ging. Voordat ik aan een toneelstuk begin, moet ik altijd de eerste zin van het toneelstuk weten. En daar denk ik 2 maanden over na. Dat is natuurlijk gestoord, dat weet ik ook wel. Maar het gaat er eigenlijk om dat ik 2 maanden lang aan het wandelen ben, aan het fietsen, altijd naar buiten, altijd weg van huis. En alles door mijn hoofd heen laat gaan. En als ik weet waar de voorstelling over moet gaan, dan weet ik ook de eerste zin. En als ik die eerste zin weet, ja, dan kan ik beginnen met schrijven. Het beeld wat voor ogen was, 2 mensen zitten aan een tafel te eten. Een oud directeur en een jongere collega zitten te praten aan een tafeltje. En het is heel klein en tegelijkertijd aan de achterkant zie je die mondiale wereldspeler, wat Philips ook is, zie je eigenlijk een grote wereld voorbij trekken. Lampenmakers, hoe Philips kwam, made things better en alles veranderde. En ik merk dat heel erg klopt. Ik bedoel, een titel die verzin je ver op voorhand en het is maar te hopen dat het dan allemaal klopt. Maar in dit geval denk ik echt dat het zo is. Samen met de regisseur ben ik eigenlijk 1,5 jaar bezig geweest met de research. En dat wilde zeggen dat wij vooral mensen die er hebben gewerkt, hebben geïnterviewd. En van al dat materiaal wat we hebben verzameld, moet er een voorstelling van gemaakt worden van 2 uur. Dus dat is een enorm werk. De personages in de voorstelling die bestaan niet echt. Die zijn wel gebaseerd op verhalen van allerlei verschillende mensen die bij Philips hebben gewerkt, de verschillende directeuren. Maar 1 personage is eigenlijk een samenraapsel van zo'n 10-20 verhalen. Het is ook wel troostend dat zij hem een beetje helpt bij zijn, ja, wat ben ik nu nog eigenlijk? Hoe moet ik me nou toch verhouden tot al deze ellende, terwijl ik gepensioneerd in bed lig? Ik denk dat men nog steeds op weg is, alleen ja, via een ander pad dan ik voor ogen had. Ik speelde oude directeur. Dat is alle oudere directeuren. Dat is die oude visie van met elkaar gaan we het maken. En mijn vrouw, we zijn samen, maar door de nieuwigheden, het nieuw geld enzovoort, gebeuren er ook wel dingen die niet door de beugel kunnen. En uiteindelijk komen ze toch weer bij elkaar, geloof ik, vind ik. Maar goed, als je van bovenaf te horen krijgt dat je moet bezuinigen, dan kun je kiezen tussen 2 kwaden. Ik vind het leuk om de rol te spelen van de vrouw van de oude directeur. Omdat het een vrouw is die wat meer op leeftijd is en veel heeft meegemaakt en ook wel geleden heeft onder het bedrijf Philips, of in ieder geval onder het feit dat haar man vaak van huis is geweest. De nieuwe directeur is iemand die orde op zaken komt stellen, die komt schoonmaken. Dus het is een vrij rechtlijnige man. Niet heel erg veel jeu heeft hij, omdat dat in contrast staat met de oude directeur. Dus het is iemand die vrij klinisch is en ook vrij veel in zijn hoofd zit.
Een berekenend iemand. Ben ik achtergekomen. Dus ze verkeren in een perfecte en een oorspronkelijke staat. Ik speel verschillende rollen, maar mijn voornaamste rol is de rol van woordvoerster. En de directeuren die wisselen. Dus van de oude directeur die gaat weg en dan komt een nieuwe directeur, maar ik blijf. De rol die als van woordvoerster is vrij zakelijk, duidelijk, helder. Ja, jij kan nu wel iets tegen mij zeggen, maar... Ja, goed, ik doe wat ik wil. Ceremoniemeester ben ik. Ik ben de man aangeduid en aangewezen. En ik heb ook een functie in het bedrijf wellicht. Welke die is, dat is mij nog enigszins onduidelijk. Of daar zijn we ook nog naar op zoek. Misschien moet dat ook zelf niet beantwoord worden. Maar mijn doel en mijn taak die avond is om het feest in goede en kromme en rechte banen te leiden. Van de hele Kadeburgse tijd met Philips. Dames van de mediatheek. Take it away! Want Philips is nog steeds het bedrijf waarvoor ik leef. Van geboorte tot de graf blijven wij eraan verbonden. Blauwe hart komt door in de borstkas van de stad. Zo'n goeie hebben wij nog niet gehad. Bravo! 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 Ik probeer mijn idee van de voorstelling zo goed mogelijk over te brengen aan iedereen. Dus dat wil zeggen aan de acteurs, aan de artistieke ploeg, de vormgever, de costumière, de lichtman, de muzikanten enzovoort. En eigenlijk probeer ik dus dat wat ik in mijn hoofd heb zitten, het plan wat ik heb voor de tekst die Marcel schrijft, zo goed mogelijk om te zetten zodat het uiteindelijk dus een stuk wordt. Bij zo'n proces als dit, waar we eigenlijk gezamenlijk de voorstelling maken en waar Roel de knopen doorhakt, dus de keuzes maakt van wat gebruiken we en dat gebruiken we niet, is het eigenlijk bijna een vereiste dat je ook voortdurend dingen aanbiedt, anders is er geen materiaal om die voorstelling van te maken. Ik heb de indruk dat Roel vanaf het begin af aan al best wel goed weet waar die naartoe gaat. En daardoor voel ik heel erg een vertrouwen en een vrijheid om spelaanbod te geven. Hij is wel duidelijk welke richting het op moet. Maar zonder dat hij heel dwingend is van je moet het zo of zo doen. In de voorbereiding kijk je documentaires. Je leert je tekst of je leest je tekst gewoon regelmatig voordat je hem leert. Eigenlijk probeer je een beetje te zoeken waar de hoofdpunten liggen, waar het zwaartepunt is van de tekst. 10 jaar geleden trad mijn man aan als president-directeur van dit bedrijf. Het was een beslissing die niet alleen door hem werd genomen. De keuze ging niet alleen hem, maar ook ons gezin aan. Anton die had zijn handje dat hij dat vertelde. Want dankzij jullie voortvarendheid en fantasie, ja vooral fantasie, ik bedoel, dat soort dingen, dat is dan leuk om mee te pikken. En ja, dat is meer dus de gezellige man die vertelt, ik ben net zoals jullie, maar we gaan gestaag door, dat ouderwets. En Frits is meer levensgenietenachtige, glimmende oogjes had hij en zo. Die was ook meer heel erg geïnteresseerd in voetbal en dat was heel belangrijk voor hem. Dus daar proberen we een beetje een mix van te maken. In de afgelopen 2 jaar dat ik zitting neem in de raad van bestuur van Philips, mag ik wel zeggen dat ik een blauw hart heb gekregen. Dat verbaast u misschien, maar Eindhoven is een prachtige stad. Qua muziek is nog net iets anders. Nicola die schrijft dus, die is nu eigenlijk mee aan het improviseren. Dus die is eigenlijk gewoon echt een extra speler, een extra acteur. Die zit ook gewoon in beeld. Ik ben veel bij de repetities bij geweest. Ik doe dat altijd, om te voelen hoe de dialogen zich ontspinnen. Wat de sfeer is tijdens de stukken. En dat zijn eigenlijk altijd meestal tijdens improvisaties wat ik het liefste doe. Vind ik eigenlijk altijd meestal thema's die ik dan daarna echt wel uitwerk en kan gebruiken. Met
kleding hebben nu daar een heel rek vol met allemaal jaren. Een soort van direct geëpoleteerd gevoel van de jaren 80 zal er ongeveer zijn, denk ik. Ik was toen nog maar net geboren, dus ik droeg nog geen kostuums toen. Maar nee, dus daardoor word je dat ook al. De vraag is, moet dat dubbel op of is dat dan, gaan we dat moderniseren? Dat is ook een zoektocht mee van de costumière. En die kijken allemaal, het hele team, zowel decor als licht, komen allemaal vaak langs. Waardoor iedereen echt blijft zich mee verhouden tot hoe het aan het groeien is. Een beetje een sneeuwbal, die blijft rollen en die wordt alleen maar groter de hele tijd. We hebben van tevoren eigenlijk een beetje besproken wat de stijl moest worden. En door wat hij tijdens het repeteren zegt, daarom zit ik ook heel veel bij de repetities, kom ik er eigenlijk heel goed achter wat hij wil. Of wat hij mooi vindt. Hij benoemt dat ook wel. Ik vind jouw haar wel zo. Vind ik wel goed hoor, Peter. Ja. Dit? Ja, ja. Maar ik ga mijn haar echt niet zo gaan... We hebben het stuk gesitueerd in de jaren 90. Dat hadden we eigenlijk van tevoren al besloten. Omdat er in de jaren 90 heel veel is gebeurd bij Philips. Hè. Toen is er echt een soort grote... dat is ingezet in de jaren 80. Maar toen is er een grote reorganisatie geweest. Er is op dit moment best wel een jaren 90 revival ook aan de gang. Dus het is ook best een aantrekkelijk beeld. Misschien zo'n onderscheidingje, maar verder geen pochette en allemaal niet van die... geen tralala, zeg maar. Maar de nieuwe directeur die is echt helemaal kloppend horloge, manchetknopen. Dat het 15 keer in het Parktheater speelt, in die Philipszaal, is heel bijzonder. Dus ben ik ook echt gaan kijken, van, ik ben in die zaal gaan zitten en gewoon gaan kijken, maar ja, wat kan er? Wat is er mogelijk? En hoe kan ik die zaal zo gebruiken op een manier dat mensen hem eigenlijk niet kennen? Dus dat het begin helemaal er anders uitziet als halverwege en dat we op het einde nog iets anders uit de hoge hoed toveren. We bouwen eigenlijk de hele theatersruimte om tot een grote feestzaal. En ik maak in dat opzicht geen echt decor, omdat ik vooral ben uitgegaan van de zaal en eigenlijk de architecturale typische kenmerken uit die zaal alleen maar uitvergroot of extra ga benutten. Maar centraal gaan we een groot eiland bouwen van 10 tafels. Hele lange tafels van 6,60 meter, waar eigenlijk publiek aan zit. Dus echt, de mensen worden ontvangen op een grote receptie, op een groot feest. Daar tegenover staat een kleinere tribune, waar dat gasten aangekondigd, afgekondigd worden. En er is ook een grote uitbouw, waar de muzikanten, waar het orkestje op zal zitten. Er zijn nu nog 2 weken en in de week die komt moet eigenlijk alles technisch en in detail af zijn. Zodat we die laatste week, als er dus in de try-outs publiek gaat zijn, daarmee kunnen gaan spelen. Want dat is nu absoluut niet het geval. We zitten in een lege zaal, er zit misschien 10 man, maar straks zitten 350 man. En die spelen nu nog niet mee, maar die krijgen echt wel een aanwezige rol. Hier komt het grote vlak waar je als toeschouwer eigenlijk gast bent. Dus er komen allemaal lange rijen tafels, nog niet alles is gebouwd. Maar hier zit je eigenlijk als gasten van het pensioensfeest van de oud-directeur. Dus de hele zaal wordt eigenlijk ingekleed, verduisterd. En gaandeweg in de voorstelling trekken we wandjes en doeken weg. En wordt eigenlijk... ja, de echte ruimte helemaal onthuld en maken we daar ook gebruik van. Ik heb het idee dat we heel gestaag en heel rustig aan het doorwerken zijn. Tenminste, dat geldt voor mij zo, ik denk voor de spelers. En achter de schermen, voor ons is dat misschien minder zichtbaar, maar er gebeurt natuurlijk zoveel. De techniek is superlang bezig, werkt door tot laat in de avond. Ik ben groot fan van de Filicorda. Filicorda is een orgeltje ontworpen in de jaren 60, denk ik, door Philips.
Lange tijd ook gefabriceerd in de Philipsfabriek in Genk in België. Heeft een heel eigen klank. En dat wou ik heel graag in de voorstelling gebruiken. Omdat het een beetje toch een eerbetoon is vanuit de muziek aan Philips, puur qua klank. Ik vind het ook een heel mooi orgel. Het staat ook heel mooi. Nu we in de Philipszaal zitten, is ook het Small Penguin Trio erbij gekomen. En die geven enorm veel jeu aan wat we al hadden. Die tillen het enorm op. Dus tijdens het monteren nu van de voorstelling en de scènes die we hebben gerepeteerd in Tilburg, wordt het nu ook wel echt een mooi geheel. Een belangrijke eigenschap om muziek te maken voor theater of live muziek te maken voor theater is geduld. Dat is een eerste heel belangrijke eigenschap. En is echt heel hard in functie van de voorstelling kunnen werken. Als een scène erom vraagt dat je 7 minuten in dezelfde klank heel dat herhaalt, dan moet je dat ook mooi kunnen uitvoeren, vind ik. Misschien een van die grote, en dat is misschien het verschil met een acteur, weet ik niet genoeg van, is dat je toch veel meer nog dat je ego uitschakelt en echt heel hard in functie gaat van de muziek in combinatie met het theater. Terwijl een acteur misschien veel meer zijn ego moet gebruiken om dit te projecteren. Het gevoel dat we goed op schema lopen en dat we... Ik heb heel erg vertrouwen in de voorstelling, in het team waarmee we het doen. Ik begin zo heel langzaamaan wel het gevoel te krijgen van, nou, laat maar komen. Laat het publiek maar komen. Er moet nog veel gebeuren, er moet absoluut veel gebeuren. Maar dat is best spannend, omdat we ook al aan het repeteren zijn in de set. En er zijn ook constant ook nog dingen die veranderen, omdat we dan ineens bedenk je iets dat nog beter is dan dat je eerst had bedacht. En proberen wat dat er technisch mogelijk is. En, dat is allemaal best spannend. Dus het is vrij stressvol. Maar leuk. De allereerste keer dat er mensen komen kijken, ben ik altijd nerveus. Dus dat is... Als er meer dan 5 mensen komen kijken, ben ik ontzettend nerveus. Maar het première dan meestal, heb je nog wat vaker gehad. Even afkloppen, maar dat wordt steeds minder qua zenuwen. De eerste keer met het publiek vind ik, is altijd heel spannend. Ja. Toch wel, omdat je weet niet wanneer ze gaan lachen of de grap die je bedacht had werkt of dat je de aandacht spannen of dat helemaal klopt. Hoe gaat het met mij? Dus het is altijd wel een spannend moment om dat te testen. Altijd in mijn achterhoofd heb is de première, want op de première zitten de mensen die je hebt geïnterviewd. En die gaan kijken naar wat je uiteindelijk hebt gemaakt. Maar die zullen ook alles wat ze hebben gezegd of delen ervan herkennen. En dat is gewoon doodeng. In de afgelopen 2 jaar is er iets met mij gebeurd. Van binnen. Ik heb een blauw hart gekregen. Technisch gezien ga ik me echt niet zo heel veel zorgen maken. Ik denk, we zijn het nu aan het doen. Dus als dit zo doorloopt, dan loopt dat wel. Maar het zal... Ik kijk er vooral naar uit, denk ik. Ik denk dat ik heel die zaal ga kunnen polonaise kunnen krijgen op dieet. Dat is mijn doel. Make things better. Maar ik ben heel erg benieuwd of dat inderdaad ook in welke mate dat straks gaat gebeuren. En dat is heel spannend. En in hoeverre ik dat kapot mag maken dan weer. De gezelligheid. De Brabantse gezelligheid. Veel plezier. We stoppen niet. Die oude tjoepen. Hey, ik krijg nog geld van die, of niet? Vanitas Bora. Dames en heren, hier ligt de eerste stap
naar een gigantisch succes. Anton sloot zich aan, hij was een echte zakenman. De onderneming groeide in de brouwerij van leven. Het begin van ons bedrijf waar alles mag en alles kan. Zijn broodje ham had hij gewoon uit de hand. Koffie dronk hij uit een plastic bekertje. Altijd heel gewoon gebleven. Een warme persoonlijkheid. Zeker. En dan zijn vrouw. Och, zijn vrouw. Ja, zijn vrouw. Charlotte van Katerburg. 10 jaar geleden trad mijn man aan als president-directeur van dit bedrijf. En ik zeg altijd voordat ik een speech begin. Dames en heren, ik heb niets voorbereid, dus ik weet ook niet precies wat er gaat komen. Wie stemt voor? 60 man. Voor 60 man. Als je dit werkelijk meent, dan had je of 3 dagen geleden je mond open moeten trekken, of je had hem nu dicht moeten houden. Zeg. Toch jammer van die oude peer. Het licht van Gerard en Anton is niet meer. Het wordt een happening waar dat je inkomt, deel van uitmaakt. Waar dat je vervolgens ook weer even helemaal 180 graden de andere kant op wordt geduwd. Dus het gaat echt een beleving zijn. En ik vind dat Roel er nu heel erg in aan het slagen is om al die verschillende facetten samen te brengen tot een heel levendige, grootse voorstelling. Maar die toch heel organisch blijft. De voorstelling is een soort droomvlucht door de hele geschiedenis van Philips heen, met een zee van beelden die op je afkomen, indrukken. Het is een hele diverse vertelling, dus meer dan dialogen alleen. Het is informatief en het is spectaculair, denk ik. Ja, ik weet niet wat jullie denken, maar ik ben heel blij. Dus maakt het allemaal niet uit. Nee, echt. Nee, ik ben echt heel blij. Oké, jongens, dat zit. Dankjewel. Dankjewel. Lekker jongens, bier. Zeg, is dat nou een Sony?